Huidhonger. Huidhonger. Oh, dat vind ik zo'n goor woord. Dat zeggen ook alleen maar vrouwen met kort haar. Hard times, man. Q Music's quarantaine quiz. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Q Music quarantaine quiz. Met mijn kandidaten van vandaag, Geraldine Kemper. Hallo. Bonjour. En Jan Versteeg. Bonjour, we gaan in het Frans. Ah, kom maar, ça va. Hey, wat leuk om jullie weer samen te zien in één scherm. Ja, kijk hoe knap we zijn beide samen. Geraldine, ik begin even bij jou. Jij werkt voor RTL. Onder andere nu op video al te zien bij, met de nieuwe Expeditie Robinson, Nederland versus België. Wat doe jij nu? Want ja, tv ligt ook even plat, toch, denk ik, qua opnames. Ik was zat echt volop in allemaal hartstikke vette programma's en opnames. En dat ligt gewoon allemaal stil. Hoe hou je je nu bezig? Ik heb zo een veiling opgezet, wat ik heel tof vind. Ja. Ik had op een gegeven moment dat ik dacht, oké, hoe vet zou het zijn als je kunt doneren via een veiling? Kan ik gewoon eigenlijk de kunstenaars benaderen die ik zelf heel tof vind. Ik kan ondernemers vragen of ze iets willen doneren. En zo is het een beetje gaan rollen. De eerste ronde is nu geweest. We hebben echt een mooi bedrag al bij elkaar. We gaan op dinsdag en vrijdag met nieuwe items online. Ja, en 50% van die opbrengst gaat naar het Rode Kruis. En 50% willen we eigenlijk gaan inzetten om uiteindelijk, als dit allemaal voorbij is, een soort van festival op te zetten voor mensen in de zorg. Nou, eigenlijk de vitale beroepen. Hey Jan, jij hebt twee kleine kinderen rondsjouwen. Ja, jij hebt werk zat. Ja, je verveelt je niet. Vooral de jongste, die loopt nu ook. Die is vorige week 1 geworden en die loop nu, dus je moet nu echt twee kinderen heet in de gaten houden of ze niet in een stopcontact zitten met hun vingers. Dus wat dat betreft verveel ik me niet, maar ik mis het wel heel erg om aan het werk te zijn, hoor. Wat had jij nu gedaan? Het is dan nu gewoon een normale werkdag? Of zelfs was een normale werkdag geweest? Ik had nu, de planning was dat ik nu in een studio stond, televisie aan het maken was. Ja. En het drukte ook een nieuw studioprogramma en Lingo had nog door moeten lopen. En ik had het eigenlijk gewoon heel druk. En nu, ik heb het gras al opnieuw ingezaaid en de auto al 2 keer gewassen, terwijl die helemaal niet zo vies was. Ja hoor, ik heb mijn kledingkast uitgeruimd en ik ben dus met de kinderen. We gaan een spelletje spelen, jongens. We gaan de Q-Music quarantaine quiz spelen. Thuisblijven is belangrijk, maar het hoeft niet saai te zijn. 3 rondes, 1 finale. Degene die wint krijgt de Q-Music gouden handgel. Die willen we allemaal. Ja, zeker. Laten we wel wezen. En mag je de Q-Music quarantaine king of queen noemen? Nou, we gaan beginnen met ronde 1. Ronde 1. En ronde 1 is de zeg, ken ik jou niet ergens van ronde. We hebben jullie vragen gesteld over elkaar en er is 1 punt per vraag te verdienen. Geraldine, omdat jij de dame niet gezelschap bent, mag ik met jou beginnen. Dank u wel. Wat vindt Jan het leukst aan jou? Is dat, je krijgt 3 opties, A, je ondernemersdrift, is dat B, dat je altijd iets positiefs ziet, of C, je mooie lach? Nee, dat is, ik denk B. Ik ga het aan Jan vragen. Ja, ik vind het zo knap aan Geraldine. Als ik nog wel eens een beetje doen denk of zeg alles loopt mis, dat Geraldine zegt, nee, kijk, dit gaat goed en dat gaat goed en dat gaat goed. Zij is gewoon positief over alles. Dat is heel fijn. Ja. Yay! Want wat is het meest positieve puntje dat je uit deze situatie weet te halen, Geraldine, nu? Het meest positieve puntje... Noem anders je speciaal bier even. Dat ik nu bijna alles speciaal bier al geproefd heb. Nee joh, oh, wat erg. Ja, laten we dan ook heel even bijzeggen over jullie weekenden. Nee, kijk, ik moet het even uitleggen. Ik had voor mezelf besloten aan het begin van dit jaar, ik drink niet van maandag tot en met donderdag. En toen kwam corona en toen dacht ik, ja, het weekend kan ook wel beginnen op donderdag. Dus ik mag nu van mezelf niet meer drinken op maandag tot en met woensdag. Dus ik heb nu, dat zijn 3 dagen. Ik heb 4 dagen weekend. Echt nou feestelijk. Is het bij mij ook niet veel beter hoor. Maar er zit af en toe wel zo'n joker tussen die dan heel vaak inzet. Vandaag is het over de 20 graden, dus vandaag mag het. Vandaag mag er een weekendje gaan. Ja, die is wel heel belangrijk, Ja, maar die, daar kun je ook niet tegen in. Dus ik heb dan een tuintje en dan zit je in je tuin en is het zonnig en de wind wordt buiten gehouden door de schutting. Weet je waar het perfecte moment voor is? Een koud pilsie. Ik mis dus wel echt mijn vrienden. En mensen een knuffel geven. Huidhonger. Huidhonger? Oh, dat vind ik zo'n goor woord. Nou, maar oké, maar bedenk dat zeggen ook alleen maar vrouwen met kort haar. Nee, maar ik bedoel, weet je, als je single bent en je woont alleen, dan is het hard times, man. Ik ga naar de vraag voor Jan. Jan, wat vindt Geraldine het leukste programma dat ze ooit gepresenteerd heeft? Is dat A, Expeditie Robinson, B, Trippers, of is dat C, Proefkonijnen? Oh, het is denk ik niet Trippers, want daar zijn we fysiek en mentaal vrijwel aan onderdoor gegaan. Oh ja, was het zo erg? Nou, dat had wel impact hoor, dat vond ik die verhaal. Ik was daar al wel een paar dagen kapot van, jij niet, Gerst? Dan weer met die drugs verslaafd, of weet je wel. Ja, maar ik vond het... Ja, oké. Okay. Nee, ga door. Oh, wacht. Oh, het is B? Oké. Ik ga
anders ook bij de volgende vraag helemaal uit beeld. Oh, dat je mijn grappig. Hoofd ook niet ziet. Het punt is binnen. Geraldine, volgende vraag is voor jou. Wat is qua tv-programma's de guilty pleasure van Jan? Is dat A, Boer zoekt vrouw? B, de oude aflevering van Onderweg naar Morgen? Of C, Temptation Island? Nee, het is Boer zoekt vrouw. Ja. Ik vraag aan Jan. Ja, absoluut. Ik heb nog nooit een aflevering gemist en ik ben het ook niet van plan. Oh, wat heerlijk! En een punt voor Geraldine. Volgende vraag, Jan, is voor jou de laatste deze eerste ronde. Wie is de celebrity crush? Ze gaat al weg. Wie is de celebrity crush van Geraldine? Met wie zou ze wel eens een beschuitje willen eten? Is het A, John Legend, B, Bradley Cooper of C, Michiel Huisman? Oh ja, dat moet toch Michiel Huisman zijn? Geraldine is en heel erg fan van Game of Thrones, waar hij in zat, toch? Ja. Zat hij daar niet in? Ik heb nooit gezien. Nee, dit is Michiel Huisman. Zeker weten. Ja, het antwoord is inderdaad Michiel Huisman. Maar ik wil er even bij zeggen, ik was een early adapter, want ik vond hem echt al leuk voor Game of Thrones. Echt waar. Ja. We vonden hem toch allemaal heel knap. Ik bedoel, ik val niet op mannen, maar het is ontegenzeggelijk een hele mooie man. Sinds Filijnen zegt sorry, toen hij zijn blote piemel op de podium stond, dacht ik zo. Oh ja, dat is lang geleden. Ja, zo'n lijf had ik ook wel willen hebben. Nee, hey, Geraldine, als we het toch over mannen hebben. Je stipt het al even aan, je bent single. Deze zomer zou voor jou worden, hoe zag je het voor je? Wat was de bedoeling? Zeg maar, ik had wel in mijn hoofd dat Amsterdam van mij zou worden. Je kunt niet daten. Ik heb mijn date afgezegd. Je bent toch van Tinder gegooid ook? Ja, nee, van een andere zou happen. Ik was van happen afgegooid, ja. Omdat ik, actief? Ik denk dus dat ik echt gerapporteerd was. Dat mensen dachten, Ger op happen. Nee, man. Oh ja. En dat ze gewoon dachten dat het nep was. Huis vol, de huishonger? Ja, hoor. Gelukkig. Ja. Gewoon heel veel aan Michiel Huisman denken en dan komt het. We gaan naar een tussenronde. Hier hoeven jullie niks voor te doen. Jullie kunnen wel een punt krijgen. Het heeft te maken met mijn kat. Dat is Decibel. Daarmee woon ik samen. Dat is de enige vrouw in mijn leven deze dagen. ik heb aan haar gevraagd. Als het weer mag, met wie zou je graag op vakantie willen? Met Jan of met Geraldine? En dit was haar antwoord. Kijk mee. Decibel, als we straks op vakantie mogen, ga je dan het liefst met Geraldine weg? Of met Jan? En je moet uiteraard weer één iemand kiezen. Met wie ga jij het liefst op vakantie? Ja. Met Jan. Ja. Ze heeft gegeten het puntje. Ik vond trouwens wel, Domien, dat jij wat katerig, als we het toch over jouw katten hebben, katerig klonk toen je tegen je poes deze was. Dat was maandagochtend. Maandagochtend 8:30. Is dat weekend? Ja. Dit was weekend. Ronde 2. Dit is leuk, we gaan een quarantaine karaoke doen. Ik weet voor jullie allebei dat jullie waanzinnig kunnen zingen. Nou ja, van Jan leek het iets meer dan van Geraldine, als ik heel eerlijk ben. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een liedje uitgezocht voor zowel Jan als Geraldine. Jij mag zo meteen beginnen, Jan. Als de muziek stopt, dan is eigenlijk de taak om verder te zingen. En jouw liedje is van Davina Michel en het heet Het Duurt Te Lang. En ik terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de halte, rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al. Het is al goed. Ja, het is al goed. Top. Hoe is het met de muziek, Jan? Want je hebt natuurlijk meegedaan en gewonnen bij It Takes Two. Ja, ik had gewoon veel te druk met televisie maken. En dat is ook mijn eerste liefde televisie maken. Dus dat ligt eigenlijk een beetje stil. Maar gisteren stuurde iemand op Instagram, die ik niet ken, gewoon stuurde een berichtje. Ik heb connecties bij het Eurovisie Songfestival. Als je wilt, heb ik je over 3 jaar op dat podium. Doen! Toen dacht ik alleen maar, als je zulke connecties hebt, kun je ook iets anders veranderen in de wereld. Behalve mij op een podium krijgen op het Eurovisie Songfestival. Maar nee, ik denk het niet. Dat er nog veel gezongen gaat worden. Ja, bij onder de douche en voor mijn kids. Ja, Jan Verstegen Eurovisie Songfestival 2023 zou ik wel leuk vinden. Ik maar dan weet je zeker dat je niet weet. Geraldine, voor jou hebben wij uitgezocht Jan Smit met Leef Nu Het Kan. En zo gaat hij. Leef Nu Het Kan, die ken ik niet. Hou van het leven houdt van jou. La 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 la. La 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 la. Ik weet de tekst niet. Ja, de melodie is goed, maar. De melodie is goed. Ik mag er geen punt voor geven. Nee, hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voort, zodat iedereen het hoort. Ja, maar ja, je moet er niet uitgaan, hè? Je moet binnen blijven. Puntje voor die. Ronde 3. Ronde 3 is quarantainevips. We hebben bekende Nederlanders of bekende wereldburgers in quarantaine gestopt. Met mondkapjes, alles zo veilig mogelijk. Geraldine, aan jou de taak te ontrafelen wie je hier in quarantaine ziet. Welke VIP? Kijk mee naar het scherm. Oh, dit is Peter van der Vorst, toch? Kijken naar wie het is. Yes! Salarisverhoging!
Dit is jouw baas bij RTL. Dit is sinds, ik denk nu een dik jaar is het de baas bij RTL. Ja. Geraldine, puntje voor jou is binnen. Jan, voor jou ook een quarantaine-vip. Wie is dit? Ah, makkelijk. Dit is Martien Meiland. Hey, maar wisten jullie dat hij zo'n oog had? Ja, nee. Ik zat met hem in Ik hou van Holland, met Oudjaar. En toen zei ik, joh, wat heb jij voor oog? Maar dat valt op televisie nooit op. Maar het is een soort David Bowie-oog. Puntje voor allebei. De tussenstand is nu 3-5. We gaan naar de finale van dit bloedstollende spel. De finale. En de finale is eigenlijk heel simpel. Dat is tegen elkaar opbieden. Dus ik ga aan Geraldine de vraag stellen. Hoeveel van de 10 populairste bordspellen in online winkels kun jij noemen? Spellen? Jongen, kijk hoe competitief ik ben. Ik moet even zeggen, stel je zegt nu 3 en je weet het 3 te noemen. En Jan wil er niet overheen met 4, dan heb je het spel gewonnen. Maar heb je het verkeerd, dan gaan de punten automatisch naar Jan. Ja, oké. Okay. Nou, weet je, ik houd gewoon op 5. 5. Jan Versteeg. Is dat te veel? Nee, dat weet ik niet. Dat is aan jou. Kun je er minimaal 6 noemen, Jan? Of mag Geraldine deze finale gaan spelen? Het is... Hoeveel tijd krijgt Geraldine om te antwoorden? Ja, maximaal een minuut. Nee, joh, doe maar Geraldine. Doe maar. Geraldine Kemper, voor 5 punten. Wat zijn minimaal 5 populaire bordspellen van dit moment? Je tijd gaat nu in. Oké, okay, Monopoly. Is goed. Kolonisten van Catan. Is goed. Mensen erg je niet. Staat er niet tussen. Twister. Staat er niet tussen. Fuck. Dit gaat mis. Rummy Cup. Ja, is goed. Levensweg. Levensweg staat er niet tussen. Ganzenbord. Ganzenbord staat er ook niet tussen. Je zit nu op bijna 30 seconden. Wat zei je? Party & Co? Nee. Nee, niemand ziet iemand. Maar je zit nu op 30 seconden. Ja, ik ben bezig. 30 seconden zit je. Ik zit al lang op 30 seconden. 30 seconden zat je net. Uno? Nee. Je zat net. Je zat op 30 seconden net. 30 seconds! Ja! Nog één! Hints. Hints zit er niet tussen. En je tijd is om. Oh, Geraldine. Wow, je was zo dichtbij. Pandemic zit ertussen. Pandemic? Nee. Nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Codenames, Escape Room The Game. Jan Versteeg, ik mag jou feliciteren met de titel Q-Music Quarantaine King van deze aflevering. Bravo, bravo. Ah, dit is goed wel denk, een hoogtepunt uit mijn quarantainetijd. Dit. Dat dacht ik. Ik moet wel zeggen, jullie waren lekker aan elkaar gewaagd. Jan, jij krijgt zo snel mogelijk opgestuurd de Q-Music Gouden Handgel. Nou, ja. Wat ga je ermee doen? Ja, gebruiken natuurlijk. Hè. Lekker overal zeker opsmeren. Dat is belangrijk. Geraldine Kemper, dankjewel voor meespelen. Ik vond het vet gezellig. Jan Versteeg, ja. Tot gauw. Yo, dank je. En tot de volgende Q-Music Quarantaine Quiz. Q-Music.